manager for the impulse subsidies. What kind of background material do they have for my press conference? Will the press that's coming here, this is all local press from the region, do you have any press coming in from Brussels? Yes, the Flemish press is also coming. I rest, you pick me up again at 6:15. Op het vlak van groene economie is hij een van de belangrijkste mensen in de wereld. Jeremy Rifkin is een man met een verhaal. Dat komt goed uit, want wij willen een provincie zijn met een verhaal, met een goed verhaal. Jeremy Rifkin is geboren in 1945 in Denver, in Colorado. Hij studeerde aan de Wharton Business School in de University of Pennsylvania, waar hij nu ook doseert als professor economie. Hij is auteur van meer dan 20 boeken, visionair, filosoof en econoom, maar vooral een man met een verhaal. Nu, meneer Rifkin hebben we uitgenodigd omdat hij perfect past in de visie die wij als provincie hebben, maar de ontwikkeling van Limburg toe. Wij willen inzetten op die groene economie. Als je het Salk-rapport leest, ik heb hier nog eens bij. Ik ga die niet voorlezen uit het Salk-rapport, maar daar zie je ook duidelijk verwijzingen naar die groene economie als toekomst voor Limburg. We hebben een verleden in zwarte energie en we gaan naar een toekomst rond groene energie. Dus vandaar onze uitnodiging aan meneer Rifkin om hier samen met ons te komen kijken wat wij doen in de provincie Limburg, te evalueren en ons te inspireren vooral naar nieuwe dingen in de toekomst. En we zijn hem ook heel dankbaar dat hij hier vandaag en morgen aanwezig is. You have 800,000 people in Limburg region. You have, I think, what, 44 municipalities, all small to medium size. In terms of the actual density, you have the threshold. I would say, even small communities can do a third industrial revolution. The key is to be able to have the municipalities be on the same page here, so you can move the whole region. The key to the third industrial revolution is this is about a shift in infrastructure. When you bring together the information internet with distributed energy, you create an energy internet and a logistics internet to go with the information internet, and then embed it in a five-pillar infrastructure, renewable energies, convert all your buildings to micro power plants, put in hydrogen and other storage technologies, put in your energy internet, plug it into your electric vehicle and hydrogen transport, you've got a revolution. Revolution, third industrial revolution, revolutions. This third industrial revolution. Germany can do this, and Denmark can do this, Belgium can do it, and I have to say that this region here, the Limburg region, is ideally suited because you're a little bit ahead of the other some of the other regions. Het is een heel, heel bijzonder moment, omdat Limburg heeft nu net eigenlijk het grote verlies van Fort Genk meegemaakt. We gaan binnenkort heel veel banen verliezen in Limburg en ze willen dat hier eigenlijk als grote nieuwe start aannemen met het hele Salk-project. En als je een start neemt, zeggen ze, dan moet je dat goed doen. En dan laten ze zich ook adviseren door iemand die daar wereldwijd voor befaamd is. Iemand die van de ene kant de ecologische gedachte, waar we toch denk ik in de volgende jaren heel erg mee zullen moeten leren leven, koppelt aan de economische gedachte. Hij zegt, economie en ecologie kunnen samengaan. Daar bestaan tools voor. En daarvoor is die man hier om dat straks ook aan de bedrijven te vertellen. What we are learning in Germany, which we didn't see early on, is that the old centralized fossil fuel energies are out of the game at 20% green electricity on the grid. They're gone.
We thought, okay, you have to get over half. No, they're gone at 20%. And China now is moving on the model. Premier Li announced the new premier in Christmas. They put out his bio. He said he was a fan. He just read the book. He's an economist. And he's directed all the agencies to move on the model there. And the new vice premier is Wang Yang, who's done the same. What you're seeing in the last 10 months in China is they're taking up all five pillars of this plan aggressively, which requires them both centralized to create the codes, but then the regions have to do it customized to their regions. So the U.S. and Canada end up to be kind of outliers here. United Nations has taken up the plan through UNIDO for the emerging countries, so you got Canada, the U.S. just sitting there. It's sad as an American to see it, since we created the first half of the third industrial revolution, which was the communication part. Then we're trying to graft it on a centralized second industrial revolution. It's kind of frustrating. There's so much damn energy on this planet we can provide for our species till kingdom comes. Bijzonder interessant, niet helemaal buiten verwachting. We kennen natuurlijk Jeremy Rifkin wel. Wat we moeten doen is, hij ligt absoluut in die richting. Je ziet daaruit dat dit ongetwijfeld ook de richting is waar Limburg moet naartoe gaan. De vraag is een beetje, hoe brengen we dat zo snel mogelijk in werking, qua infrastructuur, qua samenwerking. Dat is niet de uitdaging waar we voor staan, denk ik. Ik had altijd zo'n beetje de indruk, het is 2 voor 12 en na vandaag, ja, we krijgen bijna de indruk, het is 2 na 12. Maar goed, ik onthoud toch wel vooral dat naast het doemscenario er door specialisten ook heel wat oplossingen worden aangereikt. En nu komt het er vooral op aan, denk ik, om samen, ieder individueel gaat niet lukken, ieder bestuursniveau afzonderlijk zal ook weinig uithalen, maar toch wel samen de handen in elkaar te slaan en op de verschillende niveaus het beleid daarop af te stemmen. Ik denk dat het zeer inspirerend werkt, inspirerend omdat het eigenlijk de nieuwe layout voor onze provincie naar voren schuift. En ik denk dat dat voor ons allen toch wel de uitdaging is van hoe pakken we nu een aantal zaken op. En als ik dan kijk naar zijn verhaal, ook over die hele hernieuwbare energie gecombineerd met die communicatietechnologie, wat eigenlijk zijn derde revolutie is, industriële revolutie. Wel, ik denk dat we in Limburg, maar ook in Genk, alle elementen hebben om daar volop op in te zetten. What you have to do at a regional level is you have to, first of all, make sure at this region with 800,000 people, you've already done something quite important, which is you brought your 44 municipalities together and they are in a climate network parliament. That's not a small deal. So you're already there with them on page. I was in Rennes with the mayor of Rennes. He brought their 30 or 40 together. They hadn't gotten to that point. So then they have to discuss that endlessly. So you're already there. So what you need to do is you need to lay out a master plan. You need to bring together your business community from the region, your 44 municipalities, the regional government itself as a kind of a facilitator, and you have to bring in your civil society. You have to bring in your cooperatives and your local neighborhood groups. They have to be in this, your schools. And then you start to put this plan together. You don't need to do it with us. You can do it with all sorts of other players. But the way we did it in Nord-Pas-de-Calais, and this is our fifth region, is what we did, it's collaborative. It only works if you have enough expertise in the region. So the region has spent the last four months developing their committees on efficiency in the five pillars. They have all the local businesses, they have the local civil society and local government in all these pillars. Then they work with our economists and our global companies for 4 months back and forth on, first of all, an audit of the entire region. What does the region look like? How would we paint a picture of this region? What is its employment, its underemployment, its skill sets, its training schools, its universities, its various industries? What are dying industries? What are growth industries? How is it making its money? We look at everything. Then we worked jointly with the region on deliverables. The region says, here's what we want as goals, deliverables in 2015, 2020, 25, and 30. Then we take a look at that, and our economists work with their economists, and we look at what investments they need, what the return on investment is, in terms of how they phase it in. All right, because that's all got to be in the numbers if you're going to try to submit money for banking, for bonds, for EU, et cetera. And then at each step, you have to bring that community in at each step. If their electricity bill is raised, people get upset. You did a great thing at the regional level here, was it the mayor? Where you've got this cooperative, it's the regional level, you have this co-op where
now you're announcing it this week, everyone in this region can buy a share in the co-op. That's what they did in Denmark. There was no backlash because everybody was owners. That's what they've done in German communities. They set up cooperatives and shares. And believe me, the moment this community is brought in with shares, it changes everything. Ik lig er wel degelijk wakker van en ik ben er ook heel veel mee bezig. En in mijn bedrijven probeer ik ook onze mensen te motiveren om stap per stap, want dat gaat niet op korte termijn gebeuren, maar stap voor stap toch in die richting te ontwikkelen. Whether any country or any regional economy or any industry or any company in this world flourishes or sinks in the next 20 years, it's not going to have much to do with your labor costs. Labor costs are a smaller part of the mix with smart technology. We'll talk about that later. It's going to have everything to do with your energy costs. And I don't mean just the power itself. All your materials are embedded energy. Your rare earths, your physical materials, that's all energy embedded. So if you take a look at everything you're doing, your materials, your packaging, your logistics, your supply chain, it's all about embedded energy. The Industrial Revolution, the second Industrial Revolution, started at 3% energy efficiency in 1905 and went to 14% efficiency in 1970 and leveled off. The third Industrial Revolution, as our economists have looked at it, can take us from 14% efficiency to 40% in 30 years. And then thermodynamics sets in, you can't go above that. That is a huge productivity leap. You will not get that with siloed pilot projects. You might have a beautiful bicycle project and you have a nice solar lab somewhere. Unless you put the infrastructure together and create those five pillars, so you create the energies, but then you have to store them, you have to run them on an energy internet, you have to plug them in logistics, then you get the productivity leap. The EU has a golden goose, but we've got to feed it. And if we don't feed it in the next 7 years, we're in trouble. The golden goose is there are 500 million consumers in the EU, an additional 500 million consumers in the partnership regions in the Mediterranean, North Africa, and the Gulf, a billion person market, the biggest in the world. And let me say, when Americans think of Europe, it's not a lubrication there, but it's a museum. Wake up time. The 27 member states of the European Union, today, tonight, and for many years, have a higher GDP than the 50 states of the United States of America. You are the most powerful economy in the world, even now. How many knew that? A lot of people don't. Look at that, and you're European. So, the EU, to make good on this promise, we need to understand that the next stage of globalization is bottom out. Top down didn't work. But now, what we need to do is connect Third Industrial Revolution infrastructure from Limburg to every single region in Europe, and it's going to come in like Wi-Fi. So, what we need to do here is the European Union and all the regions need to lay out this Third Industrial Revolution infrastructure and know they connect. So if you have an infrastructure, day one here. So day one, you're creating jobs, businesses, and income across the region for 25 years. And the investment community will invest because infrastructure, you know exactly what your return is because you can measure the energy efficiency right there. You can just measure it. You can do the numbers the other time, you know exactly what you're going to save. So you're starting to create businesses, jobs, and income day one. I'll give you an example. You losing 5,000 men and women at that Ford plant, another 5,000 ancillary businesses. Within 1 year, just in one of these sections I'm talking about, you could retrain thousands of workers, set up an energy savings companies here, and have it financed either by the EU or have it financed by companies like Schneider and Philips, where they'll do performance contracting. You pay them back on the savings, no savings, they'll take the loss. You could do all of that and put thousands of workers together to actually begin to retrofit your public-private buildings, and you could have them online ready 36 months from now. Nu weten we wat we morgen vroeg moeten doen. Dus van mij mogen nog een aantal mensen vannacht een mail verwachten om echt te beginnen morgen. Want Limburg is goed begonnen. Klimaat 2020. Om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Ik denk dat het werk nu echt moet beginnen. Ik geloof erin en sinds vandaag nog een beetje meer. En ik hoop de hele zaal, tenminste dat voelde ik aan. Dus ik ben klaar en ik hoop de rest ook. Ik ben een grote fan. Ja. Jeremy Rifkin is een van de grote
of ja, een van mijn grote idolen. Hoe hij denkt of waar hij naartoe gaat met zijn theorieën en zo, dat is waar wij in de toekomst naartoe moeten gaan. Want als ze zo blijven doorgaan, het is echt dweilen met de kraan open. Olie is dood, like he said. En hij zegt het ook. We moeten van de fossiele brandstoffen naar hernieuwbare brandstoffen gaan. Dus de tijd is nu en of anders gaan de economie gaat daar gaan. Gelijk hij zegt, $148 van $125 tot $150. The economy shuts down. En dat is wat we hier ook ervaren. En als we niet gaan veranderen, dan gaat de economie het niet meer kunnen trekken. En dan gaan alle consumptiegoederen veel te duur worden, omdat de transport ook duurder wordt, olie wordt duur. Het is eigenlijk een chain reaction. Gelijk hij zegt, alles draait van olie en alles draait rond olie. En als we daar niet van gaan ontkoppelen, dan gaat de wereld geen toekomst hebben. Ook in case of CO2 en zo. Het is vooral een maatschappijvisie, ook een economisch model. En ik denk dat we in Limburg vanuit dat model natuurlijk moeten kijken welke heel concrete maatregelen kunnen we nemen. Dat is ook de uitdaging, denk ik, van duurzaamheid, om de burger er eigenlijk in zijn dagelijks leven mee te confronteren. En wat dat betreft hebben we vandaag zeker en vast het een en ander kunnen opsteken. Ik denk dat we een aantal mensen moeten hebben die hun nek ver uitsteken en zeggen van kijk, we gaan onze wereld nu eens eindelijk veranderen, want het is hoog nodig. Dat hebben we vanavond weer eens gehoord. Dat merkt iedereen aan de omstandigheden. We zitten in Limburg economisch moeilijk, maar er zijn zoveel uitdagingen waar Limburg het voortouw kan nemen. Dus waar wachten we nog op? De vorige generatie, wat kun je die verwijten? Als je gaat kijken, roken was 100 jaar geleden ook, of 80 of 50 jaar geleden ook gezond. En daar zijn ze ook achtergekomen. Ik geloof niet dat ze dat vroeger ook al wisten, wat voor een damage ze nu gingen realiseren, of wat ze nu gingen doen aan de wereld. Maar als je een fout maakt, moet je ook mans genoeg zijn om die fout toe te geven en continue the story en beginnen aan iets nieuws. En doe iets constructief en goed voor naar de toekomst toe. Iets duurzaam voor de toekomst. Of anders gaan we er echt niet geraken en gaat onze hele economie echt plummeten, gelijk Jeremy zo sappig zei. Ik denk dat deze econoom frisse ideeën heeft en waar wij natuurlijk graag naar luisteren en waar we ook iets mee kunnen doen. En ze zijn echt inzetbaar en uitvoerbaar. En ik denk dat het ook inderdaad tijd wordt dat we ook tot acties overgaan. De implementatie van cleantech is heel belangrijk en ja, daar willen we natuurlijk ook graag onze bijdrage aan leveren. En daar bent u al mee bezig? Uiteraard. Ik denk dat het belangrijk is om het idee van cleantech ook van onderuit aan de mensen mee te geven. Hè. Het is niet altijd een kwestie van academisch verhalen, maar ook heel praktisch en toonbaar en zichtbaar. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat dat ook gebeurt. En daar zijn we uiteraard mee bezig. Mr. Rifkin, what did you think of the audience? I thought the questions were perceptive. I don't know the feedback until you know the feedback and tell me. But what I can say about the first day here is a huge amount of enthusiasm, a lot of passionate commitment and interest, and it crosses the age lines. You have young people and you have older people. And it's also crossing the borders between government, business, and nonprofits. That's a good sign. It shows the whole community can come together and make this a flagship region for a third industrial revolution economic plan. Not just for Belgium, but for Europe too. It's very encouraging. Hernieuwbare energie is de toekomst en ik ben zeer nieuwsgierig naar de antwoorden en de oplossingen die meneer Rifkin waarschijnlijk aan ons gaat meedelen. Wij verkopen een lichtgewicht vloersysteem voor de bouwsector, voor utiliteitsgebouwen. En daarin maken wij heel vaak gebruik van betonkernactivering gekoppeld aan geothermie voor verwarming en koeling in gebouwen. Past dat allemaal in de filosofie van meneer Rifkin? Ja, volledig. Ik heb gisteren en vandaag in zijn uiteenzetting zitten te lezen en ons verhaal past daar volledig in, dus dat staat mij heel positief. Ik hoop met concrete ideeën naar huis te kunnen gaan over de nieuwe rol die jonge ondernemers kunnen spelen en welke rol er is weggelegd voor jonge wetenschappers. Ik verwacht vooral geïnspireerd te worden. Ik heb het verhaal al gelezen en de gelijkenissen die hij ziet met de communicatie, de evolutie die we uitmaken, vandaag meemaken in de communicatie, die wil hij verder zien in de industrie en de energie. En daar wij daar heel hard op proberen naar in te spelen, lijkt me dat een uitermate boeiend verhaal. Maar ik denk dat het zeer interessant gaat zijn. Meneer Rifkin geeft toch een heel positief toekomstbeeld. En ik hoop dat we er iets kunnen leren, ook voor Limburg. Ik verwacht dat wij concreet gaan toepassen wat er gisteren in de lezing besproken is. Dus
over concrete ideeën, over hoe dat we de visie van Jeremy Rifkin gaan kunnen toepassen in Limburg. It's clear, becoming increasingly clear in the business community, that we are at a pivotal turning point in the economic paradigm we now have. In my group, we have 120 CEOs of global companies and consulting groups around the world, and internally, at least, we're having this discussion that the existing second industrial revolution is dying. We are facing a potentially devastating change on this earth that we'd not even be able to comprehend. The feedback is frightening. Our scientists tell us in the UN panel and elsewhere that we've got to make a turnaround quick. We've got to be off carbon in 30 years. So, pillar one, renewable energies. Pillar two, convert our buildings to power plants. Pillar three, we have to put in storage. Pillar four is where the communication revolution comes together with the new distributed energies. Pillar five is transport and logistics. E-vehicles are here, electric vehicles, fuel cell, cars, trucks, and buses in mass production 2015. This is a done deal. This is not theoretical, they're in production. You'll be able to plug in your vehicles anywhere in the region, get green electricity, and every single place you park, there's gonna be a plug in this region. These five pillars alone are nothing. So if you're entrepreneurs here in this revolution, these are just components. It's only when you connect them you create the synergies. It's a general purpose technology platform. The synergies create a living infrastructure for a new economic paradigm. Use the fact that the Ford Motor Company is leaving, so what? Use that as the opportunity now to move. And you can do this retrofitting, and I'm going to go back to this. You and I talked about it. Please think about this. You can do that retrofitting, and we checked with how we did it in London, Accenture did it in London, because Wallonia wanted to know, because they just lost Mattel. It would take, just on that one part, and that'll get people moving, because you'll see quickly. It would take to develop a plan for your local ESCO. You want to set up local ESCOs to do this energy savings. So it would take about 6 months of meetings to set up your plan for your ESCOs across the region for your cities. It would take them 1 year of putting people through training in the various centers here. And then you could have people online to do this within 2 years of the time we start. And those are thousands of jobs. You can easily get Covenant City monies and regional development monies and all sorts of monies, and you can even float bonds, or you could bring in companies like our companies, like Schneider. They do performance contracting. They'll pay for it, help train your ESCOs so you have somebody really making the money on it, and then they'll pay, and you pay back in the savings. What I'm saying is, if you just took that's just one project, and showed the community that those 10,000 jobs, 5,000 at Ford, 5,000 at Accenture, several thousands of those jobs, those people can be put back to work in 36 months. Ik vond het heel boeiend en ook heel inspirerend. En ik denk dat de eerste stap is om net ongewone mensen bij elkaar te brengen, ongewone partners, om die verbindingen te leggen. Zoals Jeremy Rifkin ook zegt, we have to connect the dots. En ik hoop dat dit hier een mooie eerste gangmaker was. Iets dat kan bloeien naar meer. Het unieke aan Limburg is dat wij, vergeleken met andere regio's, de bekwaamheid en de bereidheid hebben om samen te werken. En dat vind ik dat ons onderscheidt. En dat geeft mij veel hoop dat we wel iets kunnen doen.